Lieve Winnie, ik hoop dat deze stroom aan brieven je niet zal vervelen. Zo begint de eerste brief die ik bezit van mijn grootvader Bernard aan mijn grootmoeder Winnie, zoals hij haar toen noemde. Toen hij deze brief schreef, was hij 19. Win was een jaar jonger. In de schuur van mijn oom John's huis in Sussex stond een stapel metalen dozen vol muizenketels en honderden brieven, waarvan de eerste in 1915 geschreven was, toen Bernard nog op kostschool zat en Win in Londen muziek studeerde. De laatste brieven komen uit de jaren 70. De meeste ervan zijn liefdesbrieven. Er zijn brieven bij die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Frankrijk in de loopgraven zijn geschreven. In de jaren 20 in Oxford en in Cambridge. In de jaren 30 in Duitsland en tijdens de Tweede Wereldoorlog op verschillende plaatsen in de hele wereld. Ze schreven elkaar vaak dagelijks, vooral tijdens de oorlog, toen Bernard 3 jaar lang als legerarts in India verbleef. Terwijl ze wisten dat de brieven er weken en soms maanden over deden om aan te komen. Op 13 februari 1940, toen ze erg bezorgd over de toekomst was, schreef Win aan Bernard: ik hou van mijn moeder en mijn broer en zus en mijn grote schare kinderen. Maar geen van hen betekent zoveel voor mij als jij. Want na al die vele jaren ben jij nog steeds mijn grote, ware, trouwe liefde. Voor Win bleef hun eiland van twee altijd het veiligste toevluchtsoord.